bewoners, patiënten, ja, die werden aan hun lot overgelaten. En die zijn nu, anno 2005, afhankelijk van de enkele giften die er nog zijn. Dus wat je nu ziet is een hele grote inrichting met heel weinig verplegend personeel. Die echt waar aan het einde van de maand nog maar moeten zien of ze een loontje krijgen. Dus die doen het echt met hart en ziel. Als je door dit land heen rijdt, dan in de verste uithoeken zie je de gevolgen van de oorlog. Nog steeds. Vele kogelgaten, kapotte huizen en noem maar op. Dit gebied specifiek ligt vrij dicht bij de frontlijn. En het gebied waar we nu zitten, dus Pazaric, dicht bij Sarajevo, is in die tijd ook bijna geïsoleerd geraakt, omdat er tussen twee frontlinies in lag. De inrichting is echt verstoken geweest van allerlei aanvoer van goederen. En in die tijd stierven er ook regelmatig patiënten, gewoon puur uit hongersnood. Denk je van, nou, we gaan daar een beetje werken, maar je hebt toch in relatie met je opleiding heel veel met organiseren te maken. En ja, je ziet ook wel van dat het organiseren in Nederland gewoon veel beter is dan hier zo in Bosnië. Er is eigenlijk niks is georganiseerd hier zo. Je komt ergens terecht en dan denk je van, nou oké, er is hier eigenlijk gewoon niks en je moet je eigen dingetjes gaan organiseren en doen. Je komt hier met een hele vrachtwagen vol met spullen aan. En je bent je koning te rijk. Je denkt, ik heb alles. Maar er zit geen terpentine bij. Want terpentine mag je niet invoeren over de grens. En ja, wij hebben hier geen, nou is terpentine maar een voorbeeld. Maar hetzelfde geldt voor slijptollen en dat soort dingen. Terwijl dat wel heel essentieel is. En ook een echt sterke wens van de directrice van deze instelling. Om dat hekwerk af te slijpen. Dat is vervelend, dat stagneert. Maar we moeten nu eerst even bepalen van wat wij nu weten, van hoe wij denken dat we kijk, pas, als er nou een fietshek is, geen fiets op, dan komen we nog niet verder. Nee, maar wat moet ik dan? Want ik ga niet in eentje beslissen, dus we moeten elkaar even helpen. Ja, dat weet ik. Ja? Maar we moeten gewoon weten welke spullen er zijn voor het af te halen. En voor ons zijn er gewoon. Maar we moeten toch een begin hebben. Wat je daar kijk, misschien is dit wel een stupid begin, maar het is een begin. We staan hier met z'n allen en we hebben het ergens over, dus we moeten verder gaan. Als studenten met elkaar een klus doen, ze moeten samenwerken, gaan er natuurlijk dingen mis. En dat zien ze zelf ook, dat hoeven wij ze echt niet te vertellen. Maar er gaan ook een heleboel dingen goed. En ik denk dat het allerbelangrijkste is dat ze dat van elkaar zien, want dat kunnen wij. Dat gaat iets langzamer dan verwacht. We dachten dat we vandaag deze kamer wel afgeschilderd hadden, maar dat is niet het geval. Dus dat is wel jammer. We zijn eigenlijk alleen de hele vervelende klusjes aan het doen, het schuren, zoals jullie misschien wel zien. Dat is echt een en al stof. En het schoonmaken nu, om het dan toch maar verf klaar te maken voor morgen. Maar het heeft nogal lang geduurd. Maar wat gaan we precies doen? Wat is de situatie van de muren. Nou, in dit geval was het in onze kamer echt een ramp van de muren. We dachten een paar stukjes afsteken, maar daar kwam gewoon een half muur dan mee. Ja, en dan als je daar overheen gaat verven, dan komt het er na een half jaar ook weer af. Dus we hebben besloten dat we het er gewoon af gingen halen. Want dan heeft het ook geen zin als we er overheen gaan verven. Ze zitten na een half jaar weer met hetzelfde gedoe. Wat ik hiermee ga doen uiteindelijk, ik heb nog geen flauw benul. En als je een opleiding leuk vindt, prima. Zo ben ik dan. En dan denk ik, ja, ik leer heel veel. En ik leer heel veel algemene dingen. En dan kijk ik daarna wel. Ik ga nu niet mijn leven plannen voor over 2 jaar. Heeft gewoon geen zin.
Wat ik gewoon wil, is dat ik later een baan heb waar ik gewoon mezelf kan zijn. Waar ik niet, natuurlijk moet je presteren en gewoon goed werk afleveren en producten. Maar niet een baan waar ik dan continu moet presteren en presteren. Dat zie ik niet zitten. Ik moet gewoon een leuke omgeving hebben. Oké, als jullie naar de kleuren gaan plakken. Jullie gaan verder met plakken. Erik, cool. Jij begeleidt de mensen om verf uit te zoeken, alle deksels open. En zijn er inmiddels al mengstokjes? Nee. Zijn er mengstokjes? En die hebben ze binnen ook niet. Oké. Je moet gewoon met die mengstokjes hebben. Ja, gewoon andere dingen door. Ja, waar wil ik naartoe? Ja, dat denk ik eigenlijk nooit echt.